Yo, dit is de rap over de kip. Brugklas, theaterklas, VM-puk, check it out! Ik ben een kip en ik loop graag in de wei. En samen met mijn matties ben ik heel erg blij. En mijn ei, die is van mij. En niemand komt daar ooit zomaar bij. De kip met het gouden ei moet je niet slachten, want daar kan je ook geen lekker eitje meer verwachten. Eieren zijn overal te koop. Je hebt bioschag of feestelijk en vrije uitloop. Ik ben heel stoer en ik eet veel granen. Naast eieren leggen kan ik niet zoveel aan. Ik ben een kip, een hip kippenkop. Met een kammetje erop en ik zit op een stok. Haant u de voorste? Ja, die mag altijd zwaaien. Maar eigenlijk zorgen de kippen ervoor dat dun haar me kraaien. Ja. Yeah. Maar met de kippen op stop, want ik ben Haantje de Vorste, ja ik loop wel voorop. Ze wonen vaak in stal, boerderij, rijsterpak of hok. En ze zitten op een stok, maar ze komen daarna bij de kok. En neem nou Koshina, heeft obesitas, want het is het zwaarste en het grootste kippenras. Ik ben een kip, een hippe kippenkop. Met een kammetje erop en ik zit op een stok. Het ligt aan mijn oorlellen welke kleur mijn ei wordt. Dat is dan heel raar voor de Aracuna-soort. De kip is galles, galles, domesticus. Loopt in de wei en krijgt van een haan een dikke kus. Een dierlijk zeil dus. De mijn is Eurykiote, dat zijn de grote. Rijk zijn de dieren, dat moeten we vieren. Gewervel is je stam, die zijn niet zo slap als ham. Vogels is de klasse, dat moet er wel bij passen. Heliformis is de orde, verder heb ik geen woorden. Familie is van zand, dus ga aan de kant. Kamhoenus is geslacht, dat had je niet verwacht. Kip is de soort, maar dat had je al gehoord. De zwakste kip wordt gepikt en verstoten door zijn soortgenoten. Ik ben een kip, een hippe kippenkop. Met een kammetje erop en ik zit op een... Stop!